Geen land ter wereld brengt zoveel grote namen voort. DJ Tiësto, Afrojack, Sander van Doren, Hardwell, noem maar op. In de top 100 van de populairste DJ's ter wereld komt een kwart uit ons land. In de top 10 staan zelfs 5 Nederlanders. Wij nemen u vanavond mee naar Armin van Buuren, de huidige nummer 1. Hij moet dus wel iets heel bijzonders hebben. Met name om dat te ontdekken gingen we naar Leiden. Armin van Buuren. Hij woont zo ongeveer in deze privéjet. Al jaren reist hij de wereld over. Van optreden naar optreden in clubs en stadions. Hier is hij op weg naar Miami in de Amerikaanse staat Florida. Armin. 36 jaar is hij. De zoon van huisarts Joep en journaliste Marianne van Buuren. Door meer dan 500.000 mensen is hij onlangs voor de 5e keer gekozen tot 's werelds populairste DJ. Zoals hier in Miami gaat het overal. Duizenden, meestal tienduizenden fans. Overal hetzelfde pure enthousiasme voor zijn muziek. En vooral voor hoe hij weet in te spelen op de sfeer van het moment. Armin van Buuren. Hij staat aan de vooravond van alweer een nieuwe wereldtournee. The Expedition. Met optredens in steden als Mexico City, Sao Paulo, Beirut, Kuala Lumpur, New York en Den Bosch. Een tour ter gelegenheid van zijn 600ste radioshow, A State of Trance. Het zat er al van jongs af aan in, wat heet van jongs af aan. Hij was op de kop af 9 maanden toen hij al overal aan de knoppen zat. Zijn fascinatie voor de bandrecorder dateert van toen hij nog geen jaar was. Hij groeide op in het Zuid-Hollandse Koudekerk aan de Rijn in dit huis. Oké, nou, dit is waar het allemaal begon, zal ik maar zeggen. Ga je naar boven? Ja, alleen mijn oude slaapkamer. Ja, maar dat moet ik even opruimen. Hoezo? Ja. Hier stond mijn studio vroeger. Mijn allereerste studio. En dat was hier. Inmiddels is het bijna een zeldzaamheid als hij in Nederland te zien is. Zoals hier op het Amsterdamse Museumplein. Tijdens die wereldtour, The Expedition, maakt hij vanaf het podium meteen ook zijn wekelijkse radioprogramma voor Radio 538. Thuis in Leiden zit hij midden in de voorbereiding. Armin. Yes. In je element, we komen je gewoon even storen. Dat mag. Ja, dit welkom. Is het, hè? Het heiligdom, ja. Ja, de plek. Ja, hier zit ik 12 tot 14 uur per dag. Als ik niet op tour ben, dan zit ik hier. En buren hysterisch van de herrie? Ik heb geen buren hier. Kijk maar, zit hier. En alles geluiddicht wel zo te zien? Ja. Ja. Wat doe je hier? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja. Nee, ik zit hier muziek te maken. Ik maak hier mijn radioprogramma. Ik produceer hier. Ik bereid mijn DJ-sets voor. Ik zit hier een beetje te frieken eigenlijk, een beetje te hobbyen. En dit is allemaal daarvoor nodig wat ik hier zie staan. Want het is natuurlijk niet gering, hè? Ja, het meeste wat hier staat wordt ook echt gebruikt. In principe maak ik hier elke dag muziek mee. Ja, en dan zit je natuurlijk met een notenschrift voor je. Zit je gewoon relaxed te kijken. Nee. Nou, dat zou ik een beetje anders schrijven. Maar zo werkt het niet, hè? Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik geen noot kan lezen. En dat ik echt alles op gehoor doe. Ja, en dancemuziek draait natuurlijk in principe ook om de beat en om het dansen. Dat heet niet van die dansmuziek, dus daar ben ik eigenlijk mee bezig. Dat zat er wel in van de andere kant, want ik zie een foto van een mannetje van 9 maanden al met zo'n koptelefoon. Dat is niet ieder gegeven. Nee, mijn vader was al behoorlijk progressief met muziek bezig. Hij sliep hierboven en beneden draaide pa elektronische muziek. En dan zei moeder vandaar, altijd, mag het wat zachter? En dan zette Joep hem altijd wat harder. Maar hij zei dan, en dat vond ik altijd leuk, ik vond het heerlijk, want dan wist ik tenminste dat jullie er waren. Lekker vertrouwd. Hij was voor hem veilig. Nou, kortom, misschien is dat wel de basis van zijn enthousiasme geworden. 9 maanden koptelefoon op en dan had je een bandrecorder van Fisher-Price, waarmee je ook als mannetje van 3, 4 al in de weer was, wat eigenlijk ook ongelofelijk is. Ja. Je zit maar steeds naar die roots van jezelf te zoeken. Ja. En je moeder vertelde ooit wel eens dat je nam dan gesprekken op van haar en de vriendinnen en dan was ze not amused. Ja, klopt, ja. Dus je zat wel al helemaal in het registreren van geluiden om je heen. Nou, het was omdat ik denk dat ik altijd ook als kind al aanvoelde dat op het moment dat je iets uit zijn context haalt, een gesprek opneemt en dat later weer aan mensen terug laat horen. Ik denk ook als ik mezelf terugzie op dit interview, is het wel heel anders dan als je zelf zo'n interview ondergaat, zal ik maar zeggen. Dus heel veel mensen hebben ook als ze hun eigen stem terug horen op band. Je schrikt je kapot. Ja. Is dat mijn stem? Ja.
En dat is iets waar ik als DJ natuurlijk mee speel. Met dat gevoel. En wat geluid met mensen. Ik heb ook altijd overal geluid. Geluid fascineert me nog steeds. Ik vind wat geluid doet met mensen. Ga maar eens naar een begrafenis zonder muziek. Of ja. Ga maar eens naar een trouwerij zonder muziek. Dat is niks. Muziek geeft kleur aan het leven. Je wou maar een kind van 4 wat met een Fisher Price recordertje gewoon in de keuken komt. En alles al meteen gaat opnemen. Ja, mijn moeder werd te gek dat van. Dat is natuurlijk wel wonderlijk. Maar dan komt het cruciale moment, denk ik. Je hoort voor het eerst van je leven een mix. Want dat moet er gebeurd zijn. Ja, en wat deed dat met je? Ik kreeg van een vriendje op de lagere school, ik was 8 jaar oud, kreeg ik een cassettebandje van het mixen van Ben Liebrand. En wat hij gedaan had, hij had het weerbericht gesampled en hij op de beat. Meer dan 25 jaar geleden bewerkte toenmalig Veronica DJ Ben Liebrand het weerbericht tot een rap. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Ik hoorde dit als 8, 9-jarig jongetje en toen dacht ik van nou, dit is wat ik wil doen de rest van mijn leven. De weersverwachting tot morgen middernacht. Regen of motregen. De weersverwachting tot morgen middernacht. Onweer. Onweer. Bewolkt en buien. Bewolkt en windstoten. Bewolkt en buien. Hoofd tot zwaar bewolkt. Je rukt dat hele weerbericht ruk je gewoon uit zijn verband. Fantastisch. Helemaal geweldig. Armin had de programmering van alle radiozenders boven zijn bed hangen. Zat elke vrije minuut achter de computer. Maar maakte na het gymnasium toch zijn rechtenstudie af in Leiden. Uiteindelijk heb ik het mijn grootvader zelfs op zijn sterfbed beloofd. Dus het was echt van, je maakt die studie af. Ja, je kwam geen kant meer op. Nee. Dat Nederlandse DJ's de wereld veroveren is volgens Armin simpel te verklaren. Begin jaren 90 hadden we hier al massale dancefeesten. Amerika bijvoorbeeld liep daarbij ver achter. Wij groeiden op met dansmuziek. In een tijd, 15, 16, dan ben je op zoek naar je eigen identiteit. Dat was ik toen ook. En dancemuziek was cool. Omdat mijn ouders het niet cool vonden. Dus is het goed, want je zet je af tegen je ouders. Al mijn vrienden luisterden ernaar. Het was tegendraads, het was stoer. Naar een dancefeest gaan was een soort van mecca. Daar moet je bij zijn. Ja, dus Nederland was echt wel een voorloper. Absoluut. Ja. Ga door waar je mee bezig was. Ik ga weer een plaatje maken. Bijzonder is dat de helft van wat Armin van Buuren draait door hemzelf is gecomponeerd. Het begon destijds dus met een speelgoedrecorder. En kijk nu eens. Om meer te begrijpen van Armins wereldwijde succes schakelden we zijn ouders in en zijn broer. Armin zat altijd aan de radio. Hij zat altijd aan mijn vaders spullen en het moest altijd draaien aan volumeknoppen. En ik weet dat hij een keertje een hele bandrecorder uit elkaar heeft getrokken. De hele band heeft hij, omdat hij wilde weten waar de muziek vandaan kwam. En dat schetst denk ik wel een beetje wat Armin is, wat voor type hij is. Ook een enorme muzikant, hè? Ja, mijn broer, ja. Ja. Hoe is het om samen op te treden? Ja, heel emotioneel natuurlijk. Ik bedoel, ik heb een hele goede band met mijn broer. En ik ben enorm trots op hem wat hij bereikt heeft. Hij is een hele andere kant op gegaan binnen de muziek. En mensen vinden het fantastisch om naar te kijken, want ze weten dat Ella mijn broer is. En dat geeft op het podium ook een soort klik. Hij was zelfs zo enthousiast dat hij op het podium tijdens een show die we samen gedaan hebben in Australië voor 23.000 mensen zo enthousiast heen en weer sprong dat hij zijn voet gebroken had. Zo. En daarna gewoon doorspeelde. Nee, ja, weer het podium op en huppakee. Ja, hij wist toen niet dat hij zijn voet gebroken had, maar hij zei auw, hij voelde iets in zijn voeten. Dat was met Oud en Nieuw, een paar jaar geleden. En toen sprong hij heel hard heen en weer op het podium. En aan het einde van zijn avond werd zijn voet zo dik, het bleek dat hij hem gebroken had. Gewoon omdat hij zo enthousiast heen en weer aan springen was. Dat zegt ook wel iets over onze passie op het podium, met name van Eller. Oud en Nieuw is voor DJ's, dat is het, hè? Ja. Waar wil jij dan staan? Nou, ik heb afgelopen Oud en Nieuw, een paar weken geleden, in New York gestaan. Dat was wel heel bijzonder. Ja. New York is toch de city of all cities. Daar gebeurt het. Frank Sinatra zei al, if you can make it there, you can make it anywhere. Ja. En het was in een hele bijzondere locatie, want die locatie stond een paar weken daarvoor nog blank vanwege die overstromingen. En het is wel echt heel bizar om dan gewoon midden in New York te staan met Oud en Nieuw voor zoveel mensen. Maar goed, je hebt het over een message, hè? Dat is wel eens onderschat bij jou, want je maakt ook teksten en je wil met die teksten volgens mij ook iets. Dat is de eerste keer dat iemand dat vraagt. Oh. Wat wil je met die teksten? Want het is voor een DJ eigenlijk betrekkelijk ongebruikelijk. Nou, ik ben helemaal geen. Ik ben al niet eens een muzikant, laat staan een tekstdichter. Maar ik heb wel gemerkt dat je je gevoel en je emoties en je verhaal heel makkelijk in je muziek kwijt kunt. En ik heb ook gemerkt dat de kracht daarvan juist is om niet alles uit te gaan leggen, wat ik doe. Maar er zitten heel veel persoonlijke boodschappen bij mij, ook naar mijn fans toe, zitten in mijn teksten en in mijn muziek en in mijn titels die ik bedenk. Maar mijn laatste album, Mirage,
daar zit een hele duidelijke boodschap in. Er zitten ook geluidsfragmenten in die plaat. En bijvoorbeeld een stukje grindpad van het pad. En waarom is dat? Ik wil mensen laten nadenken. Ik wil mensen zien dat je dat zit te luisteren. Op je zegt, waarom hoor ik een stuk grindpad? Oh, dus waarom is al genoeg? Ja, dat is leuk om te proberen mensen een beetje uit te dagen. Het is bijna altijd zo dat mensen wier leven in het teken van muziek staat eigenlijk heel matig praten. Dat probleem hebben wij hier niet, Armin. Waar komt het vandaan? Het zal iets met die rechtenstudie te maken. Het is ongelooflijk. Meestal neemt Armin een heel circus mee naar zijn optredens. De show draait niet alleen om de muziek. Er zijn ook visuals, danseressen, muzikanten. Zijn broer als gitarist. Een decor met liften. Alles is precies op elkaar afgestemd. De regie heeft een dik boek met cues, zodat licht, vuurwerk, rook en gastartiesten exact synchroon lopen met de door Armin op gevoel gekozen nummers. Maar het begin was heel anders. Op een gegeven moment was hij gewoon bezig en op een gegeven moment was hij bijna gewoon weg. Hij zat in Engeland en scoorde daar zijn hit. Hoe oud was hij? 16 jaar. Hij reisde ineens naar Rusland met een vriend en ik heb hem van het vliegveld gehaald. Toen was hij wat ouder. Toen was hij een jaar of 19. Toen kwam hij terug met een stapel bankbiljetten. Toen denk ik, gaat het zo? Maar hij had het daar toch heel benauwd gehad. Hij vond het heel eng allemaal. Was het zo? Was het eigenlijk heel eng in het begin? Ja, ik weet nog dat we toen roebels moesten omwisselen voor dollars. 'S morgens om 6 uur in een bankkantoortje. Dat zat dan een man achter zo'n dikke muur. En wat dat betreft heb ik wel echt een hoop dingen meegemaakt. De wereld is er voor mij heel anders uit gaan zien sinds ik ben gaan reizen. Ik ben echt overal geweest. Dit is wel de omschrijving van het proza van DJ zijn. Hè? Ja. Hij kwam terug, angstig, maar wel met een stapel bankbiljetten. Ja, dat gaat natuurlijk nu niet meer met een stapel bankbiljetten. Dat was toen één keer. Je verdient nu minder. Nee, verdient nu minder, ja. Nee, dat gaat nu allemaal netjes via management en dat is allemaal nu beter georganiseerd. Maar in het begin heb je zoiets van, oh mijn god, er belt iemand en ik kan in Rusland gaan draaien. Ja. Nou, dan heb je zoiets van, nou, en dan ga je toch een beetje controleren of het allemaal wel goed is en... Ja, dan ga je gewoon. En ik heb dan echt doodsangsten uitgestaan na afloop. Want het is natuurlijk, het is niet zo'n veilige wereld als hier in Nederland. En dan ga je ook maar weer eens waarderen hoe goed we het toch hebben hier in Nederland. En wat hebben we hier? Nou, dit is die... Dit is hem. Is er ooit mee begonnen, ja. Begin van alles. Ja. Nou, dit is wel mooi dat je die nog hebt, zeg. Die heb ik laatst weer cadeau gehad van mijn ouders. Dat is op zolder gevonden. En, dit is de authentieke. De authentieke, ja. Fantastisch. En wat doe je hier verder? Het is een vrij rare kamer, dit. Ja, dit heb ik nog nooit laten zien aan iemand. Dit is mijn grote vriend. Die heb ik wel eens mee. He? Ziet er angstaanjagend uit. Wat kan je met hem? Eigenlijk niks. Hij kan ook verder helemaal niks, want hij is van binnen heel veel piepschuim. Nee, ik ben een grote fan van science fiction films. Met name Star Wars en dat soort dingen. En sommige mensen, die als die wat succesvol zijn, kopen een Porsche. Daar maak je mij niet heel gelukkig mee. Maar... Ik heb dus deze op de kop kunnen tikken. Dit was mijn droom om een life-size prop te hebben uit die film. Ja, om nou te zeggen dat als je binnenkomt, wat gezellig. Nee. Het is gewoon dit is mijn game room. Hier zit ik dus mijn jetlag uit te slapen. Hier speel ik spelletjes, want ik ben gewoon een enorme videospelletjes fanaat. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus dan lig ik hier een beetje bij te komen. Ja, en wat kan deze? Kan ook helemaal niks. Het is een stuk plastic. Maar het is een 1-op-1 replica van... R2-D2 uit de Star Wars films. Ja, hij komt er heel bekend voor namelijk. Ja, het is echt een officiële limited edition prop replica. Er zijn er maar 250 van gemaakt. Wat heerlijk dat je ook iets om je heen hebt af en toe wat geen geluid geeft. Ja. Hier zit gewoon niks in. Dit is het. Er zit een paar lampjes in. Ja. Dus ik heb ook uit die film dit soort dingen in Amerika... Stomme Armin. Dit werpt een totaal ander licht op je weer. Dit. Goed hè? Om over deze maar niet te spreken. Ja. Gewoon, je denkt nou loodzwaar. Ja. Niks. Schitterend. Ja, ik vind die kleine wel leuker dan die grote, eerlijk gezegd. Deze heeft nog iets sympathieks. Hè? Ja. Kan je wel leuk. Vriend mee worden. Maakt geluid. Oh, deze doet nou niet. Gelukkig, er is weer geluid. Armin is een verleider. Ja, dat is een mooi woord ervoor. Armin is een verleider. We leven in een cultuur van verleiding. En Armin maakt daar gewoon... Is daar iemand in, maakt daar gebruik van. Die weet wat mensen willen. Ja, het is verleiden. Als hij voor zo'n zaal staat, dan weet hij wat er gehoord moet worden. Het is niet zo dat hij allerlei plaatjes achter elkaar draait en dit is mijn show. Nee, hij voelt aan, nu moet ik wat down en nu moet ik weer wat up. En dat voelt hij gewoon. Het gaat niet om de schoonheid van de muziek, maar het gaat om de verleiding. Al die mensen die dat fantastisch vinden. Dat is Armin.
Het is wel schitterend om ouders te hebben die daar dus zo over nadenken. En ja, daar dus zo'n duidelijk geformuleerde mening over hebben. Nou, toevallig zijn we net met z'n allen op vakantie geweest. Ik heb mijn ouders er ook weer voor bedankt. Want ik had hier nooit gezeten zonder de steun van hun. Dat is één ding wat zeker is. Ja, maar zij zijn wel heel bijzonder betrokken, ja, vind ik. Ze zijn inderdaad heel bijzonder betrokken. Ja. Zeker omdat ik gewoon zeker weet ook dat zij... We hebben een periode gehad dat zij die muziek van mij niet begrepen. En nu begrijpen ze het. Ja. Nu snappen ze dat... wat ik doe is gewoon het verwezenlijken van mijn droom. Mijn vader zegt ook wel eens dat hij zelf achter de knoppen zou willen zitten. Dat hij zou willen weten hoe het werkt. Want hij heeft ook in zijn hoofd... Je hebt uiteindelijk zijn droom waargemaakt. Nou, nee, dat niet helemaal. Want hij zou andere muziek maken. Maar ik denk dat iedereen een symfonie in zich heeft. En mijn vader ook zeker weten. Overal in de wereld komt hij zijn naam tegen. In neonletters of op grote billboards. Van Tokio tot Ibiza. Het is tegenwoordig een helse klus om alle aanvragen te verwerken tot een logisch tourschema. Maar er is één iemand die daar heel kritisch naar kijkt. Echtgenote Erika, met wie die inmiddels 3 jaar is getrouwd. En dan 1 dag ertussen en dan naar Taiwan. Ja, mijn privage, de top. Ik vind het echt te veel. Ja. Want dat betekent dat je vanaf LA, dus vanaf 29 oktober, weg bent tot 10 december. Nou, daar ga ik echt voor liggen. Ik bedoel, je komt thuis en dan is het niet zo dat je de rust hebt die je nu hebt, hè? Nee, dat weet ik. Het is 3 dagen, 4 dagen bijkomen en dan moet je weer. Nee, dus, nooit, want ik ben 2 dagen nodig om bij te komen, maar... Ik vind echt dat er wel uit moet. Ik ben geen robot. Hoe sta jij er tegenover als ik alleen zaterdag 17:12, gewoon s'avonds om 9:30 het vluchtpak naar Londen en ik pak op zondag de eerstvolgende vlucht weer terug? Want dat kan sowieso dat weekend. Ja, dat kan wel, maar je bent dan wel net tussen de 3 en de 5 weken van huis geweest. Aan waardering geen gebrek. Dit gebeurde tijdens Koninginnedag 2011. Dames en heren, Armin van Buuren is niet alleen meester in de rechten, hij is ook meester in zijn vak. En dat vond ook Hare Majesteit de Koningin. Ja, en als je dit enthousiasme ziet, begrijp je ook waarom hij de enige DJ in de geschiedenis zal blijven die tot 5 keer toegekozen werd tot number one DJ. En dan weer gewoon aan het werk. Tijdens het draaien communiceert Armin via zijn laptop met de regie aan de andere kant van het veld, zodat hij op elk gewenst moment kan improviseren. Ja, top man. Even eerlijk? Ja. Ja, ging goed. Ja, echt waar. Ja, echt. Hallo. Heb je jullie gezien? Maar in zo'n swingende wereld, waar alles zo snel gaat, zo lang nummer 1 blijven, is eigenlijk merkwaardig. Is bijna een paradox. Ja, ik kan er zelf moeilijk... Er zijn tienduizenden jongens over de wereld die helemaal voor die muziek gaan en het ook willen doen. En jij bent het... Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets verstandigs over te zeggen. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik denk dat mijn radioprogramma er een hoop mee te maken heeft gehad. Want door mijn radioprogramma heb ik als het ware... Het is worldwide tegenwoordig. Ja, ik bereik 10 miljoen luisteraars elke week. Maar je bent natuurlijk ook de perfectionist, hè? Want bij een fotosessie moet het plukje haar, hè? Ja. Moet wel zo zitten. Ja, maar dit is Armin en dat is iemand anders. Ja, dat was... Ja, maar dat is wel tekenend. Ja, ik heb natuurlijk... Ja, Ik vind het heel erg om te zeggen, maar misschien ben ik natuurlijk op een bepaalde manier ook wel ijdel. Omdat ik denk dat elke artiest of DJ, iemand die een kunstenaar is, heeft een bepaald perfectionisme. En dat heb ik ook wel, denk ik. Ik kan daar heel eng in doordrijven. Oh ja, deze foto. Wanneer was dit? Dit was in New York. Het was een viering voor de relatie Amsterdam-New York, 400 jaar. Toen nog de kroonprins en prinses, die kwamen kijken tijdens mijn set. Ik heb op een gegeven moment gewoon in een soort van vlaag van verstandsverbijstering Maxima om te beginnen een zoen gegeven. Dat schijn je dus helemaal niet te mogen doen, dat hoorde ik later pas. En ik heb haar mijn koptelefoon gegeven. Maar het leuke is wel, dat vind ik dan toch wel weer een compliment. Ze stralen hier, man. Ja, dat ze er helemaal in opgingen. Ja. En het is... Heel duidelijk aan deze foto. Ja, ja, dat vind ik vond dat echt een fantastisch moment. Wat zo verrassend is bij hem, is het gaat allemaal zo natuurlijk. Er is niet zoveel bijzonders aan eigenlijk.
Het gaat allemaal zo natuurlijk. Het is net alsof het op een of andere manier in hem zit. Ach man, het is ook alleen maar plaatjes en draaien, alleen, hoor. Ja, hij kan er ook heel gewoon en nuchter over doen. Maar... Wat Armin, denk ik, een hele goede DJ maakt... is dat hij er ontzettend veel energie in legt. In een, ja, veel mensen zijn natuurlijk heel sceptisch. Hè? En ook wel, soms ook wel echt wel terecht, denk ik. Dat, hè, het is maar iemand die maar plaatjes draait van iemand anders en bla bla bla. Maar goed, je hebt inmiddels zoveel DJ's. En waarom gaat het publiek bij hem dan zo uit zijn dak en bij andere DJ's niet? En ik denk toch dat het te maken heeft met de energie als hij op het podium staat. Zelfs met 40 graden koorts. Dan staat hij nog op het podium zwetend. Staat hij een berg energie in het publiek te duwen waar je u tegen zegt. Energie is het toverwoord? Ja, ja. Bij dance zeker, ja. Maar het gaat verder dan alleen maar een plaatje opzetten. Wat is het? Als ik zo over moet, schiet ik gelijk dan toch weer een beetje vol. Want, wat ik bij trance zie, mijn stroming, dat zie ik niet minder bij andere muziekstromingen. Misschien is dat omdat ik natuurlijk dat heel erg gek van ben van die muziek. Maar ik zie op de dansvloer regelmatig mensen gewoon staan huilen. En dat moet ik zelf ook meteen huilen. Maar wanneer gebeurt dat dan? Ja, dat is gewoon als je die ja, die connectie maakt. Dat is heel moeilijk uit te leggen als je er nu zo op de bank zit thuis de televisie te kijken. Als een plaatje echt raakt, dat gaat zo dwars door je ziel heen. En met name bij trance, met die euforische melodieën. Dat is gewoon alsof je denkt, ja, dat is even... Het is voor mensen even een escape vanuit die wereld. Bijna een metafysische ervaring. Ja, ik ben dan in de positie dat ik die mensen even mag meenemen naar die andere wereld. Waar het fijn is, waar het veilig is. Waar we allemaal, waar het goed is. Ook op de dansvloer, ook als ik bij mijn feesten gebeurt er bijna nooit wat. Mensen zijn daar echt voor de muziek en voor elkaar en met elkaar te vieren. En dat is, ja, je zou het bijna een religieuze ervaring kunnen noemen. Maar goed, 40 graden koorts. 80 landen in de afgelopen 10 jaar, las ik ergens ooit. Ja. Fysiek door tijdzones heen, alsof ze niet bestaan. Dit lijf trekt dit allemaal. Nou, ik zit nu ook weer dicht. Het is behoorlijk zwaar. Maar er is een soort, het lijkt wel alsof ik 's morgens uit mijn bed getild word door een hand die niet van mezelf is. En dat ik gewoon weer denk van, leuk, ik ga vandaag de studio in met die en die artiest. En die komt dan langs. En dan ben ik zo enthousiast over dat stuk muziek. En ik ben gewoon gepakt, gedreven door het muziek maken. De er is geen hand die je weer terugduwt hier in huis. Nee. Die zegt, nou, mijn vrouw we kunnen het schema misschien wel even aanpassen aan wat er thuis ook nodig is. Nou, ik dank ontzettend veel aan mijn vrouw Erika. Het feit dat ik nu vader ben en dat ik getrouwd ben, dat geeft een soort stabiele thuisbaas. En nu is vooral ook dit Armin's leven. Anderhalf jaar geleden kregen Erika en hij dochtertje Fenna. Inmiddels is de tweede al op komst. We hebben een ander gezicht, hè, dit. Hey broer, nou, het is leuk om jou als broer te hebben, dat weet je eigenlijk wel. Wij zijn een enorme oude hoerfamilie en volgens mij heb ik alles al tegen je gezegd wat ik moet zeggen. Ik hoop dat we nog ontzettend vaak samen muziek kunnen gaan blijven maken en ook vooral er lekker over kunnen blijven filosoferen, oude hoeren en dat soort dingen. En laten we dat gewoon blijven doen en ik hoop je snel weer op een leuk podium te zien. En ook gewoon naast het podium. Leuk. Geef iedereen zo'n broer. Ja. Ja, het is geweldig. Geef iedereen zulke ouders. Ja, dat ben ik toch wel heel erg... ik hoop dat ik als ik de helft zou kunnen zijn van wat mijn ouders hebben gegeven voor mijn dochter, dan zou ik wel heel blij zijn. Wat ik al zeg, ja, mijn ouders zijn nooit... Het waren niet van die vrije ouders, van die 60-ouders, maar het waren wel ouders die mij vrij hebben gelaten om te worden wie ik wilde zijn. Grote geheimen, ruimte geven aan de kinderen. Ruimte geven om te worden wie je wil zijn. En ik wil dit echt doen. Ik heb ook echt een soort van levensmissie gevonden. Dit is wat ik... Ook al zou ik er niks meer mee verdienen. Ook al zou ik geen publiek meer trekken. Dan ga ik nog dit doen. Omdat ik dit wil doen. Dit ben ik. Niet zo verbazingwekkend als je na 9 maanden al een koptelefoon op hebt. Ja, ik weet niet. Is er dan toch iets hogers dat je dan toch die kant op duwt? Of zo? Is er. Ik weet het zeker. Jij bent het bewijs.